Er zijn tegenwoordig vele permanent make-up technieken mogelijk en hiervoor worden verschillende naaldmodules gebruikt, waardoor er ook verschillende effecten ontstaan in de huid. Ik ga je hier meer over uitleggen vandaag. Naalden die tegenover elkaar geplaatst staan in bijvoorbeeld een driehoekje, noemen we de driepuntnaalden. Deze worden toegepast bij onder andere de poederwenkbrauwtechniek en de ombrebrows. Het gehele oppervlak van de wenkbrauw wordt zacht ingekleurd met pigmenten. Ook de 1-puntnaaldmodule wordt gebruikt bij deze techniek. Door het zacht heen en weer bewegen ontstaat er een schaduw in de huid, welke een poederzacht effect geeft. De volgende techniek. De naalden die achter elkaar staan, oftewel plat, noemen we de flatnaalden. Deze worden onder andere gebruikt bij de zogenaamde microblading hairstroke-techniek. Microblading wordt gezet met een wegwerppen, welke door de handdruk van de pigmenteerder krasjes maakt in de huid. Ook worden hairstrokes gezet met deze techniek. Echter wordt deze aangedreven met een pen en welke aangesloten zit op een permanente make-up machine. Hiervoor wordt ook de flatnaald gebruikt. Een enkele naald wordt toegepast bij de hyperrealistische hairstroke-techniek. Bij de hairstroke-technieken worden haartjes getekend die afhankelijk van de creativiteit en de ervaring van de specialist net echt lijken. De nano- en micronaaldmodule wordt gebruikt bij het zetten van de dot-art-techniek. Deze techniek wordt onder andere gebruikt wanneer de klant bloedverdunners gebruikt, maar ook bij een zeer dunne en gevoelige huid. Daarnaast zijn er nog vele andere mogelijkheden met de dot-art-techniek. Nu gaan we het hebben over de kleuren. Want in pigmenten is er veel verschil in kwaliteit. De stabiliteit van de kleur is zeer belangrijk. Pigmenten die gesinteerd zijn, blijven stabiel van kleur. Vroeger was de kleurterugloop het minst mooie deel van de permanente make-up. Maar echter, je ontkwam hier gewoon niet aan. Pigmenten zijn nou eenmaal opgebouwd uit primaire kleuren. Ik zal je uitleggen wat dit inhoudt. De primaire kleur is onder andere rood, geel en blauw. Het zijn de hoofdkleuren. Dan heb je nog de secundaire kleuren. Deze kleuren ontstaan door het mengen van twee primaire kleuren, bijvoorbeeld rood en blauw. Door het mengen van de primaire kleuren rood en blauw ontstaat de secundaire kleur paars. En paars kan ook ontstaan wanneer de klant heel veel bloedt tijdens de behandeling omdat het te diep gesneden wordt of de huid te gevoelig is. En daarom is het belangrijk om vooraf te kijken welk huidtype welke techniek aan kan. Het is niet dat iedere techniek op elke huid toegepast kan worden. De complementaire kleur, zoals bij de kleurencirkel te zien is, die boven in beeld, staat tegenover de secundaire kleuren. Kleuren die tegenover elkaar liggen, noemen we dus de complementaire kleur. De complementaire kleur van rood is groen. Maar hoe maak je nou bruin? Maak bruin van de primaire kleuren geel en blauw en rood. Deze drie kleuren moet je mengen. De meest gemakkelijke manier om bruin te maken is door die primaire kleuren samen in één te stoppen. Blauw, grijs en oranje, dat waren vroeger duidelijk de kleuren die te zien waren tijdens het terugkleurproces. Gelukkig is dit verleden tijd. Hedendaag zijn we gezegend met nieuwe kennis en ontwikkelingen. Zo zijn de gesinteerde pigmenten kleurvast en deze vormen ook geen risico voor de gezondheid. Echter dienen de kleuren wel ontwikkeld te zijn binnen de EU. De NVWA die werkt samen met andere EU-lidstaten om uniforme regels voor tatoeagekleurstoffen op te stellen binnen de hele EU. En wanneer een praktijk is goedgekeurd door de GGD, dan kun je er wel van uitgaan dat deze de juiste pigmenten heeft en ook de juiste hygiëneregels hanteert. Maar je bent nog niet verzekerd van een deskundige behandeling. Omdat het zetten van permanente make-up een vrij beroep is, evenals het tatoeëren, is er niet meer nodig dan een GGD-keuring en een deeltje basiskennis. Een certificaat wordt vaak al uitgereikt naar het voltooien van een korte cursus. Wil je er echter zeker van zijn dat de permanente make-up praktijk voldoende vakkennis heeft, dan adviseer ik je om de website van het NSGP te bezoeken. Het NSGP staat voor de Nederlandse Stichting voor Permanente Make-up Specialisten.
Wanneer een specialist zich wil aansluiten bij het NSGP, dient deze een theoretisch examen en meerdere praktijkexamens af te leggen voor iedere discipline welke in zijn of haar praktijk uitgevoerd zal gaan worden. Maar genoeg hierover, want vandaag gaat het over de verschillende technieken. Zo hebben we de hairstrokes, de ombre, de powder, maar ook die nieuwe techniek, de dot art techniek. Wat houden al deze technieken nou eigenlijk in? Ik ga het jou zo meteen uitleggen. Veel kijkplezier! Hairstrokes, ook wel microblading genoemd. Wat is dat nou eigenlijk? Wat zijn de 3D hairstrokes? Hairstrokes zijn ultrafijne krasjes, welke in de natuurlijke haargroeirichting worden aangebracht. Het resultaat geeft een 3D effect van de natuurlijke wenkbrauw. Voor wie is deze techniek geschikt? Alleen de sterke en elastische huid is geschikt voor deze techniek. Met betrekking tot de haarkleur wordt het afgeraden om op blonde of askleurige types deze techniek toe te passen. Het resultaat is vaak nihil na deze genezing. En daarnaast kunnen askleurige strokes ook zeer grauw uitslaan. Bij lichtbruin haar tot zeer donker haar is deze techniek erg mooi om te zien. Hoe lang blijven de 3D hairstrokes, de microblade techniek, nou eigenlijk zitten? De scherpte van de krasjes zijn gemiddeld 10 maanden tot 1,5 jaar te zien. Na de eerste behandeling adviseer ik een vervolgafspraak met 3 maanden en binnen 6 maanden te maken. Bij de genezing van de hairstrokes bestaat er een snellere kans op schade, waardoor er soms ook een tweede bijwerkbehandeling nodig is. Na een goed geneesproces is de houdbaarheid van de kleur gemiddeld 10 maanden tot 1,5 jaar. De houdbaarheid van de kleur is tevens afhankelijk van de kleurintensie van het gekozen pigment en het geneesproces na de behandeling. Wat u nog meer moet weten. Doordat deze techniek bestaat uit vele losse krasjes, is de kans op pigmentschade tijdens de genezing groter dan alle andere permanent make-up technieken. Na enkele bijwerkbehandelingen is er een grotere kans dat het eens zo scherpe effect niet meer het resultaat is als wat het ooit was geweest. Doordat de hairstrokes in de huid uit elkaar worden geduwd door het collagene vocht onderhuids, kan het effect uiteindelijk meer gaan lijken op de powderbrow techniek. De ombre en powderbrows. Wat is eigenlijk het verschil tussen de ombre en de powder techniek? Ombre is het Italiaanse woord voor schaduw. Deze techniek heeft een stevige aanzet op de staart en een licht verloop naar het neusbeen toe. Hierdoor krijg je een zeer mooi natuurlijk verloop in de eigen wenkbrauw. De powderbrow is in zijn totaliteit een schaduw. Het is vergelijkbaar met het zacht aanbrengen van een potloodje op de huid. Voor wie is deze techniek geschikt? Deze techniek is zeer geschikt voor de jonge en stevige huid. Ook is het effect heel mooi in een bestaande wenkbrauw. Zo maak je een bestaande wenkbrauw voller. Eventuele epileerschade of littekens zijn niet meer te zien. Het modelleren van de bestaande haartjes is voortaan extra makkelijk. Het enige wat je hoeft te doen is de lijn van je permanente make-up aanhouden en je wenkbrauwen zijn ook verblindend mooi. Hoe lang blijft deze techniek ongeveer zitten? De houdbaarheid van de kleur is gelijkwaardig aan de dot art techniek. Na een eerste behandeling adviseer ik een vervolgafspraak na 3 maanden en altijd binnen 1,5 jaar. Na deze afspraak is de houdbaarheid van de kleur gemiddeld 10 maanden tot 2 jaar. De houdbaarheid van de kleur is tevens afhankelijk van de kleurintensie van het gekozen pigment en het geneesproces thuis. Wat u verder nog moet weten. Het woord ombre betekent dus schaduw. In het Engels heet dezezelfde techniek gewoon de powderbrow techniek. In het Nederlands hebben we echter wel verschil tussen beide technieken. Het verschil tussen de ombre en de powderbrow is dat de ene wat donkerder verloopt dan de ander. En dat is het enige waar het verschil in zit. De dot art eyebrow. Wat is dat, die dot art techniek? Microscopisch kleine puntjes, welke samen een schaduw vormen. Het effect heeft erg veel weg van het zacht aanbrengen van een wenkbrauwpotloodje en dus de powderbrow techniek.
Voor wie is deze DotArt geschikt? DotArt is uitermate geschikt voor de oudere en dunne, maar ook de gevoelige huid. Waar alle andere bestaande technieken niet meer mogelijk zijn, biedt juist de DotArt de uitkomst. Maar ook voor lichtblonde en asblonde types die permanent make-up overwegen, maar niet te harde uitstraling willen, is DotArt echt perfect. Ook is deze techniek regelmatig gebruikt bij een recoverbehandeling. Dat wil zeggen een permanente make-up behandeling aanpassen wanneer dit elders verkeerd is aangebracht. Of wanneer oude permanente make-up ongelijk is geworden of vreemd van kleur. Wel moet het pigment wat er nog zit nog licht van kleur zijn. Kan het dan met de permanente make-up DotArt techniek worden aangepast. Hoe lang blijft deze techniek zitten? De houdbaarheid van de kleur is gelijkwaardig aan die van de powder brow en de ombre techniek. Na een eerste behandeling adviseer ik altijd de vervolgafspraak na 3 maanden en binnen een half jaar te maken. Na deze afspraak is de houdbaarheid van de kleur gemiddeld 10 maanden tot 2 jaar. De houdbaarheid van de kleur is afhankelijk van de kleurintensie en het gekozen pigment, maar ook van het geneesproces thuis. Wat je verder ook nog moet weten. Al enige tijd ben ik bezig met een nieuwe techniek te ontwikkelen om juist oudere dames en dames met een zeer gevoelige huid te kunnen voorzien van prachtige wenkbrauwen. Waar alle andere technieken de oude en dunne huid te veel beschadigen, is DotArt enorm geschikt. Korstvorming is nihil en de kans op een bloeduitstorting is minimaal aanwezig. Tijdens de ontwikkeling van de DotArt eyebrows zijn vele dames u voorgegaan. Ook dames van 93 verlieten de praktijk met prachtige wenkbrauwen. In deze film geef ik uitleg over de verschillende technieken die er zijn om wenkbrauwen te voorzien van permanente make-up. Alle technieken hebben te maken met het vervaagproces. Hoe lichter je het pigment aanzet, hoe sneller deze zal vervagen. De houdbaarheid van de kleur in de huid heeft tevens te maken met de gezondheid van de klant en de leeftijd van de klant. Hoe jonger en gezonder de klant is, hoe sneller een pigment verdwijnt door een gezonde en snelle celdeling van de huid. Echter bestaat er een kans dat het pigment nooit meer helemaal uit de huid zal verdwijnen. Een permanent make-up pigment wordt net als tatoeages met een naald in de huid aangebracht. Hierdoor ontstaat er een wondje en ook een korstje. Na enkele tijd zal het pigment gaan vervagen. Hoe snel dit gaat is afhankelijk van vele factoren. De belangrijkste factoren zijn de kleur van het gekozen pigment, de leeftijd van de klant, de gezondheid en of uw bloed tijdens de behandeling, de nazorg thuis na de behandeling en of u veel in de zon zit. Regelmatig bijwerken is daarom de oplossing. Wilt u permanente make-up niet meer bijwerken, dan dient u rekening te houden met een vervaagproces.
In 2018 begon ik met de ontwikkeling van deze techniek, welke zeer geschikt is voor de dunne en gevoelige huid. In 2020 kreeg ik patent. Ecuri Cosmetics heeft deze techniek verfilmd en deze wordt verkocht in 42 landen als online training. De eyeliners. Iedereen heeft zo zijn persoonlijke wens wat model en kleur betreft. Je kunt het bijna zo gek niet bedenken of het is mogelijk met permanente make-up. Ik pigmenteer de eyeliners met tatoeagepigmenten en niet met de tijdelijke permanente make-up pigmenten. De reden hiervoor is simpel. Het pigmenteren van een eyeliner is nou eenmaal een gevoelig klusje, gevoeliger dan het zetten van de wenkbrauwen. U zult er ook vast niet op zitten te wachten om uw eyeliner ieder jaar bij te komen laten werken, wat wel het geval zou zijn wanneer u permanent make-up inkt zou gebruiken. Voor diegene die het zat is om iedere dag opnieuw een eyeliner en oogschaduw aan te brengen, is permanent make-up een perfecte oplossing. Blijvende oogschaduw kan in de kleur petrol, lichtgroen, blauw, azuur, donkerblauw en paars gezet worden op het bewegend ooglid. De wing is momenteel hip, maar vergeet niet dat de huid buiten het bewegend ooglid zal gaan zakken wanneer je ouder wordt. Wat ooit een wing was, zal uiteindelijk een droevig streepje naar beneden kunnen worden. En wanneer de huid zijn elasticiteit verliest, is alleen een ooglidcorrectie de enige manier om de wing weer op zijn plaats te krijgen. Daarom raad ik de wing af. Wat mogelijk is, wanneer je de wing mooi zou vinden, en wanneer het wimpweefsel dus van de ogen toelaat, is de vintage eyeliner. Een eyeliner welke in een mooi fijn puntje uitloopt, maar wel binnen het bewegend ooglid blijft. Buiten het bewegend ooglid mag niet getatoeëerd worden, evenals in de ooghoekjes. Het stukje huid in een buitenooghoek is dermate dun dat de inkt onderhuids kan gaan zweven. Dit noemen wij een blow-out. En het ontstaat een zogenaamd blauw plekje wat niet meer verdwijnt. Elders op het ooglid bestaat ook de kans op een blow-out. Overmatig veel bloeden of zwelling kan dit eveneens als gevolg hebben. De huid van een ooglid mag niet te dun zijn of te veel oppervlakkige en duidelijk zichtbare bloedvaatjes hebben. Een eyeliner wordt op het binnenooglid nooit verder doorgetrokken dan tot het laatste duidelijke wimperhaartje. Ook mag de eyeliner niet doorgetrokken worden tot ver binnen in de ooghoeken. U mag nooit over een traanbuis heen gepigmenteerd worden om de kans op een blijvend traanoog en het onderhuids uitlopen van het pigment in de binnenooghoeken te voorkomen. Op het binnenooglid wordt niet gepigmenteerd met donkere pigmenten. Het binnenooglid heeft duizenden minuscuul kleine poriën die het pigment niet opnemen, maar juist afstoten, waardoor de eyeliner op het binnenooglid eruit zou komen te zien als een soort van gatenkaas. En dit pigment pigmenteren, dat zou wel kunnen, omdat het gatenkaaseffect hierbij haast niet te zien is. Bruin pigmenten worden rond de ogen afgeraden,
omdat het terugkleurproces van bruin oranje-rood is. In dat geval raad ik u aan de kleur anthracite te nemen. Ook de vaste tatoeagepigmenten zullen in de loop der jaren die kleur afnemen. Er bestaat een mogelijkheid dat het pigment na 12 weken bijgewerkt moet worden. Bijvoorbeeld omdat de eyeliner smaller is geworden dan wat eigenlijk uw wens was. Zodra de zwelling is weggetrokken na enkele uren of dagen, is het resultaat pas goed te zien. En op een zwelling kunnen wij niet verder werken. Helaas is dit tijdens de behandeling vaak het geval. Ook kan het zijn dat de kleur minder intens is genezen dan wat eigenlijk uw wens is. Het pigment wordt oppervlakkiger gepigmenteerd dan bij een tatoeage. Zweet en traanvocht zijn tevens de grote boosdoeners tijdens het genezen van de eyeliner. Helaas voor de eyeliner is het vocht in uw oog ook zout. En een teveel aan traanvocht of zweet kan het pigment dus aantasten. Ook wanneer de eyeliner tegen het ooglid aankomt, doordat de oogleden op de wimperrand drukken. Dit kan tijdens de genezing gaan smetten. Permanent make-up lipbehandeling. De lip blush, ook wel bekend als de ombre lips. Bij de lip blush behandeling wordt er een techniek gebruikt waarbij de kleur van buiten naar binnen steeds lichter wordt. Het pigment lijkt als het ware uitgeveegd. Je lippen lijken door het diepteverschil voller, zonder dat het opgespoten lijkt. Deze techniek oogt in de meeste gevallen zeer natuurlijk. Een lip blush behandeling zorgt ervoor dat de lippen optisch groter worden, zonder dat er buiten de oorspronkelijke liplijn wordt gewerkt. Het is ook een mooie behandeling in combinatie met de subtiele lipfiller. De full lips. Bij de full lips wordt de hele lip ingekleurd. Doordat die vaak voor een lichtere of juist een felle kleur gekozen wordt, is erg mooi om te zien. Vergelijk het met een labello met een kleurtint of een pasteltransparante lippenstift. De lipliner. De lipliner is misschien wel de meest bekende van de drie behandelingen. Tegenwoordig wordt er vaak voor aardetinten gekozen, waarmee je de vorm van de lippen erg mooi kunt versterken. De lipliner is de meest subtiele variant van deze drie. Wil je voor een lichte contour gaan, maar met een subtiele uitstraling, dan is deze behandeling echt geschikt. De behandeling. U dient de lippen 2 uur voorafgaand aan de behandeling thuis in te smeren met de verdovende crème welke u op recept aanvraagt bij uw huisarts. Neem deze crème ook mee naar de praktijk. In de praktijk worden de lippen uitgemeten. Net als je wenkbrauwen zijn ook je lippen vaak niet symmetrisch. En daarnaast kunnen er door kleine wondjes in het verleden op bepaalde plekken misschien wel pigmenten weggevallen zijn. Na het tekenen wordt de lipkleur gekozen, zodat je kunt zien of het echt is wat je wil. Buiten de bestaande lipcontour wordt niet gepigmenteerd. De nabehandeling. Je hebt bij de permanente make-up lippigmentatie eigenlijk altijd wel een nabehandeling nodig. De lippen worden donkerder gepigmenteerd dan dat eigenlijk de wens is. Dit doen we omdat de mond geen huid is, maar spierweefsel. Hij geneest anders dan bij bijvoorbeeld de wenkbrauwen of de eyeliner. Gemiddeld 60% van het pigment kan worden afgestoten tijdens het genezingsproces. Littekens. Als een liptatoeage niet goed geneest, kan deze littekens veroorzaken. Allergische reacties en een infectie na tatoeëren kunnen ook uw risico op het ontwikkelen van littekenweefsel ter plaatse vergroten. Verkleuren. Je permanente lipkleurtje verbleekt sneller dan bijvoorbeeld de wenkbrauwen. Omdat je lippen vaker gebruikt met bijvoorbeeld het eten en het drinken, heb je meer slijtage. En daarom is het advies om je lippen elk jaar bij te laten werken. Wanneer je dit niet doet of wil, zal het pigment na 2 tot 3 jaar verdwenen zijn. Dit is ook afhankelijk van de soort behandeling, de gekozen kleur, maar ook de leefstijlfactoren. Wanneer wordt de permanente make-up lipbehandeling afgeraden? Neem geen permanente make-up lipbehandeling wanneer je vatbaar bent voor een koortslip. De kans is aanwezig dat je er namelijk na de behandeling weer eentje krijgt. De weerstand bij je lippen wordt tijdelijk lager, doordat er een wondje wordt gemaakt in de huid. Mocht je het toch per se willen, dan is het verstandig om bij je huisarts een speciale kuur aan te vragen. Daarnaast bestaat de kans
Dat de koortslip het pigment van de liptint volledig naar buiten werkt, waardoor deze ook niet egaal zal genezen. Het voorconsult. Een lipbehandeling wordt alleen gereserveerd in de praktijk. In de online agenda kunt u deze niet vinden. Voorafgaand aan een behandeling is een consultafspraak verplicht. Tijdens dit consult is het van belang om de GGD-vragenlijst ingevuld mee te nemen. En aan de hand van deze lijst worden uw wensen besproken en gekeken naar de mogelijkheden. Mocht u er toch nog even over na willen denken, dan is dat uiteraard geen probleem. Zie het invullen van de GGD-lijst niet als een verplichting tot het reserveren van een afspraak. Het is uit voorzorg om u het juiste advies te kunnen geven over de lipbehandeling. Heeft u nog vragen? U kunt mij altijd mailen.